Sterrenbeeld Stier, Stier van harte welkom weer op dit kanaal. Mijn naam is Mireille van Rijn en leuk dat je komt kijken naar jouw maandlegging voor de maand januari 2023. En ja, ik wil natuurlijk direct gebruik maken van de gelegenheid om jullie allemaal een heel voorspoedig, vruchtbaar, gezond en sprankelend 2023 te wensen met heel veel liefde en alles dat wenselijk is voor jullie. En daarnaast natuurlijk iedereen bedankt voor, ja, eigenlijk al afgelopen jaren inmiddels, voor al die leuke reacties, voor die feedback, voor jullie vertrouwen ook, hè? Jullie gestelde vertrouwen voor alle consulten die aangevraagd worden en alle duim omhoog. Dank jullie wel daarvoor. Het kanaal blijft alleen maar groeien en groeien en daar ben ik super blij mee. En ja, we gaan starten met twee inzichtkaarten, twee inspiratiekaarten. Waaronder één uit het Gaia-deck en eentje uit het bekende Rozenorakel. En uiteraard ga ik er ook weer eentje voor loten. En twee belconsulten van WWW Puur Medium. Dus eenmaal verloot ik een Rozenorakel-deck en eenmaal of tweemaal een gratis belconsult van 20 minuten bij www.puurmedium.nl. En Puur Medium is sowieso heel erg de moeite waard om eens even te kijken. Dat is mijn platform. En ja, wat vind je daar allemaal? Heel veel informatie wat gewoon allemaal gratis te bekijken of te lezen is over zielsverwanten, karmische verbindingen, karma, engelen. Bijvoorbeeld Jeanette heeft alles over de engelen beschreven, wat welke engel wie wat doet, et cetera. Super leuk om eens te bekijken. We hebben een woordenboek, een spiripedia eigenlijk met allerlei spirituele termen. José maakt maandelijks een meditatie voor jullie. Die kun je ook op Puur Medium terugvinden. We hebben de astrologielessen van Irma van der Wijk. Betekenissen van de Lenormand-kaarten. Dus echt, je kan er heel veel op terugvinden als je daarin geïnteresseerd bent. En ja, je kan daar natuurlijk ook altijd terecht voor een direct telefonisch consult bij mij of mijn collega's. Ik ben er zelf niet zo heel veel, want ja, de agenda zit meestal helemaal vol. En laten we nu gewoon lekker stoppen met al dat geklets en starten. En ik start met het Gaia-deck voor jullie. Ik ben ontzettend benieuwd wat Gaia voor jullie voor een boodschap heeft voor januari. Dus laten we gaan kijken. Oké, Gaia zegt herinnering. Eens kijken. Oude gevoelens en emoties duiken op. Dus daar heb jij deze maand sowieso mee te maken in januari. En laten we ook eens even kijken wat het Roze Orakel set jou te vertellen heeft. Oké, wat is de Roze Orakel boodschap voor de stier voor 2023 januari alweer? Wat gaat dat dan snel, hè? Kroning, initiatie, drempels, geboorte, wedergeboorte en een plek aan tafel. Nou, ik vind het waanzinnig mooi, dus die laat ik ook even aan je zien. Eerst even deze nog een keer en dan laat ik ze even aan jullie samen zien. Deze twee zijn jullie inspiratiekaarten voor deze maand. En laten we gelijk met de tarot in huis vallen. Ik heb last van mijn keel. Er heerst natuurlijk van alles en ik hoop niet dat het doorzet, dat ik het even bespaard mag blijven. Dus als ik veel met mijn keel schraap, dat is van al dat gepraat en ja, waarschijnlijk gewoon wat verkouden. Nou, voor de stier voor januari 2023 en ik had voor de ram zo'n mooie legging, dus ik ben heel erg benieuwd voor jullie. Oké, we beginnen met staven 7, munten 8, dus dat begint goed. Verleden, bekers 7, bekers 4, op het inzicht, bekers 10, of bekers 9, hallo, de ster, aas van bekers, temperance, munten 7, en zwaarden, paasje, dus dat is echt wel super mooi. We gaan ook eventjes bemoeienis van madame Lenormand vragen. Kijken wat zij hierover te vermelden heeft. En ik ben ondertussen achter de schermen, wanneer ik niet aan het werk ben, bezig met een online academy. Dus zodra die klaar is, laat ik jullie dat ook weten. En er gaan eigenlijk alle kaarttrainingen, dus de Tarot en de Lenormand, kun je dan online in de academy gaan volgen. Als het zover is, laat ik dat even weten. Maar dan weten jullie een beetje waar ik mee bezig ben. We starten hier met de tuinen. Het boek, de zeis,
vogels, harten, het kruis, de zon, de berg, de wolken en de boom. Heel mooi. Nou, wat gebeurt hier allemaal? Keuzes moeten gemaakt worden. Ik neem even een slok. Zo. We hebben hier te maken met beker 7 en de zeis. En de zeis laat zien een breuk, een plotseling einde, maar ook een beslissing nemen of een keuze maken. Er zit ook misschien wel een bepaalde angst op, het niet kunnen kiezen of durven kiezen. Dus die houdt van zekerheid, is natuurlijk heel erg berekend. Dus die wil eigenlijk weten waar hij of zij aan toe is als die keuze gemaakt wordt. Soms is het nog niet de tijd om te kiezen. Maar stier, wat ik hier heel duidelijk bij oppak, is dat jij heel erg abrupt en duidelijk een keuze gaat maken. En geen keuze maken is ook een keuze maken. Dus soms kun je het ook gewoon laten voor wat het is. Dus ik laat ze nog even een keer aan je zien. En daar zit je dan nu nog in, eind december, begin januari. Hè? Bij iedereen loopt dat proces iets anders. Wat komt daar nog meer bij kijken? Ja. Gesprekken en bekers 4. En bekers 4 is een kaart van afsluiten. Omdat er... Even zo, alsjeblieft. Soms krijg je dingen aangereikt. Krijg je van die ingevingen. Dus je hebt eigenlijk gesprekken met je eigen kanaal, zal ik dan maar zeggen. Naar je eigen intuïtie en ingevingen durven luisteren. Kunnen zelfs positieve berichten over geld naar je onderweg zijn, vertelt de vogels. Ja, en het kan zijn ook dat je juist dat je een beetje verveeld bent. Maar ja, ik heb vooral het gevoel dat je heel erg moet luisteren naar je ingeving. Want kijk maar, die beker, die zie je ook boven zijn hoofd, hè, rechtsbovenin. Daar zie je dan die beker ook, dus er komt een ingeving. En of die heb je al gekregen, een van de twee. En ja, waar ga je dan in verkeren? En we starten eigenlijk met die page of staven 7. Ik ben even in de war met die andere... knakker in de reading. En de tuinen. En dat heeft ermee te maken. Het gaat om het sociale leven. En je hebt heel erg het gevoel dat je op je hoede moet zijn voor verborgen vijanden. Want daar heb je op een bepaalde manier mee te maken gehad. Er is wel iets met het vertrouwen. Want beker 7 heeft ook vaak met illusies te maken. Bang zijn als je een keuze maakt van ja, maar wat zit er dan in die andere beker? En dat sijpelt wel een beetje door. En dat hoeft niet slecht te zijn, want dat kan ook zijn omdat je hier waarschijnlijk misschien wel een eureka, een idee of wat dan ook gekregen hebt. Ja, dan moet je niet zomaar met iemand delen. Plus oude gevoelens duiken op, hè? Dat heeft Gaia ook aangegeven. Dus hou daar ook rekening mee dat er misschien wel ineens weer herinneringen aan een emotie komen. Maar dat kan jou ook weer juist op het juiste idee gaan brengen. Het gevoel hebben dat je jezelf wil verdedigen. Je voelt je kwetsbaar. Je wantrouwt iets of iemand of de situatie. Nou, zolang jij voelt dat je jezelf daarin moet beschermen, doe dat zeker. De tuinen is een hele sociale kaart. En in de tijd bijvoorbeeld van Napoleon, hè, toen leefde ook madame Lenneman. Ja, deed men thee drinken in de tuin, had je theetuinen. En dat was het socialize, dat was het social media van nu eigenlijk. Hè? Dus dit gaat over ontmoetingen, dit gaat over vriendschappen, dit gaat over het vieren. En ja, let gewoon op je omgeving. Ook als je erop uitgaat, is het ook belangrijk om erop uit te durven gaan, lieve stier. Ja. En wat gaat er nog meer gebeuren? Want hier ligt eigenlijk een studie voor jou. Dus het eerste ook wat ik binnenkrijg, studeren. Misschien heeft dat ook wel met die ingeving te maken. Maar ook, een boek is ook een geheim. En wat ik dus net ook aangaf, je hebt ook het gevoel dat je op je hoede moet zijn voor verborgen vijanden. Dat je mensen niet helemaal vertrouwt of de situatie... En anderzijds, waar heeft dat nog meer mee te maken? Kijk, dit staat normaal voor studie, voor focus, voor afzondering. Omdat je heel erg moet focussen om je doel te behalen op het gebied van werk en carrière. Maar ik krijg maar door dat je ergens met iets, ja, veel stieren zijn met iets speciaals of iets bijzonders bezig. Waar ze ook de focus voor nodig hebben, maar waar ze ook stil over moeten zijn. Dus er zijn een aantal stieren met geniale ideeën en plannen, dus ga daarvoor. Ja, en er zullen ook een aantal stieren zijn die, dat bedoel ik dus met mijn keel, ja, die misschien toch weer gaan studeren
of aan het studeren zijn. En ik kan je vertellen dat het met een goede afloop is. Erkenning ligt daar ook bij. Dus, en dat is ook wat ik doorkrijg. En dan gaan we naar het inzicht. Stier, bekers 9. Eigenlijk is dat al goed. En dan heb ik hier ook nog het hart. Dus het hart stroomt. Het is warme emotionele energie. Dus op het gebied van emoties en gevoelens ga je stromen. En stroomt het eigenlijk al. Dus laat je ook niet tegenhouden. Daarnaast staat het hart ook voor een heel nieuw begin. En het is gewoon goed. Dus je mag gewoon eigenlijk heel erg tevreden zijn. En je handen knijpen van, joh, eigenlijk heb ik het gewoon hartstikke fijn. En laten we vooral zo doorgaan. En dan heb ik een ontzettend mooie kaart voor jou. Namelijk de ster en het kruis. En het kruis kan soms natuurlijk ook wel een zwaar beladen kaart zijn. Een lijdensweg doorlopen. Een last die we... Ik noem hem even hier aan deze kant doen. Een last die we dragen. En we zien hier ook alle religies doorheen afgebeeld. Hè. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien. Boven en onderaan dat kruis. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over het christelijke religie waar het om gaat. En daarom wordt het kruis afgebeeld in die dek op deze manier. Geloof, vertrouwen. Iets kan tot een einde komen. Maar het heeft ook met een enorm diep geloof en vertrouwen te maken. Los van religie. Kijk, en dan heb ik daar de ster. En de ster gaat over heling. De ster gaat over twee zaken die samenkomen, die samen stromen. En de ster, als het pikdonker buiten is, dan zie je altijd van die mooie glasheldere sterren. En die maken je blij, die doen iets met je. En die kondigen eigenlijk ook iets aan. Die ster is ook een teken dat je op je dromen mag letten. Dat je mag focussen op je ideeën, op je plannen. Want wensen kunnen zomaar eens uitkomen als de ster aan je verschijnt. Buiten dat het ook op liefde kan wijzen. Dat zal voor iedere stier net even anders zijn. En dan kan natuurlijk altijd voor jou persoonlijk ook eens even kijken. Dan kun je een afspraak maken bij mij in de praktijk of telefonisch waar je zelf eventueel behoefte aan hebt. Misschien heb je hier voldoende aan en dat is natuurlijk ook helemaal prima. Ja, hoe kijk jij zelf naar de situatie? We kunnen er echt niet omheen. Dat hart wordt vervuld. Twee keer een aas, ook nog eens de zon. En vanuit de Lenneman is de zon ook een aas. Dus je hebt hier twee keer een aas. Het hart gaat stromen. En of het nou over liefde gaat, of die plannen waar je helemaal mee bezig bent. Dat wordt een en al succes. Daar kunnen we gewoon niet omheen. Het is een zegen, de zon. De zon staat voor een nieuw begin. De zon staat voor vreugde, puurheid, het kind, creativiteit, scheppingskracht. En het maakt helemaal niet uit of het nou over de liefde gaat, de plannen die je uit gaat werken. Je voelt je eigenlijk gewoon een gezegend mens. Dus alsjeblieft. Stier, dan gaan we eens kijken wat dan van invloed is voor jou. Ja, water en wijn, temperance. Ik begin gelijk altijd met mijn water en mijn wijn. Maar dat is het eerste altijd wat bij me binnenkomt bij deze kaart. Een nieuwe balans, er komt vernieuwing is er naar je onderweg. En dan heb ik daar de berg. En de berg is nooit helemaal dat ik denk, yes. Maar kijk, als we hem zo pakken, de berg, dan hebben we hier bijvoorbeeld over een lekkere wintersport. Dus voor sommige stieren kan het ook met wintersport te maken hebben. Nou heb ik het schip niet liggen, dus ja, dat kunnen we niet helemaal vaststellen. Maar voor een aantal stieren zal dat daar zeker mee te maken hebben. Terug naar de kaart van de berg. De berg gaat over je geblokkeerd voelen. Soms ook moeite moeten doen om die top van die berg te bereiken. Hè? En ook het vertrouwen hebben, maar ook in die nieuwe balans. Durven vertrouwen. En dan ga je die top van die berg wel bereiken. En het kan zijn dat je je wat geblokkeerd voelt. Maar soms lijkt het universum tegen te werken. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want het universum denkt niet in goed of fout of goed of slecht. Maar dan is het soms de tijd nog niet. Of het proces heeft wat meer ruimte nodig om het beter te kunnen voltooien. Dus ga niet poren, ga niet forceren. Laat de tijd haar werk doen en vertrouw ook op die balans en op die vernieuwing die er aankomt voor jou. Ja, en dan heb ik hier je hoop en je vrees. Dan ga je de som opmaken. En dan hebben we daar munten 7 samen met de wolken. De wolken staan soms ook voor conflicten, maar ook voor onduidelijkheid.
Munten 7. Nou, eigenlijk mag je heel erg tevreden zijn. En ja, het is net alsof het nog niet. Ja, alsof je niet helemaal tevreden kunt zijn met de oogst. Maar dat mag je toch wel zijn, hoor, stier. En het is ook belangrijk dat je eventjes door je negativiteit heen kunt kijken. We hebben allemaal wel eens van die doemscenario's, zoals dat we wat somberder zijn of dingen even niet helder hebben. Neem dan even je ruimte, want die wolken zijn maar tijdelijk, is van korte duur. Dan breekt ook echt die zon door. Die hebben we al eerder gehad natuurlijk in de legging. Dus laat je niet leiden door als even iets niet duidelijk is. Ook al wil jij die duidelijkheid hebben, stier. Ja, en dan hebben we daar die munten 7. Ik noem haar altijd zondag, omdat 7 is ook een heel spiritueel getal. Het is ook het jaar van 7. 2023 opgeteld komen we uit op een 7. En het gaat over inzicht, diepe inzichten. En ja, eigenlijk mag je zo ontzettend tevreden zijn met wat je al bereikt hebt. Ik voel wel de drang, ja, maar ik wil meer en ik moet beter en wat dan ook. Maar kijk eens naar wat het wel is en laat je niet leiden door dat stemmetje. Dat moet ik even meegeven. Het zou zo zonde zijn. Dus zet je angst vooral opzij. En ja, er komen nog meer plannen aan. Dus hoe gaaf is dat? Ik moet nog even een slokje. Page zwaarden heb ik hier voor jou, samen met de boom. De boom is de chi, de levensenergie. Page zwaarden gaat over studeren, waar ik het al eerder over gehad heb. Iets nieuws leren, kennis op willen doen, nieuwsgierigheid, maar ook nieuwe plannen uitvoeren. En daar ben je heel erg mee bezig, want dit ligt op het einddoel. Dit is het eindresultaat strakjes, met een enorme groei. En ook groei in je communicatie, maar ook groei om je doelen te behalen, je doelen te bereiken. En dat lees ik niet uit deze kaart, maar dat is wat ik daarbij ook doorkrijg. En uit de hele legging kan constateren. Ja, en vooral die levensenergie, dat goed geaard zijn, de energie goed binnen laten komen, waardoor het haar werk kan doen middels jou. Ja, daar komen gewoon hele mooie resultaten van. En ja, nogmaals, heb je zoiets van Rijn, ik wil meer weten voor mij persoonlijk, dat kan natuurlijk. Want dit is een algemene reading, wat nooit 100% met alle stieren zou kunnen resoneren. Dat zou wel heel wonderlijk zijn. Je bent natuurlijk altijd van harte welkom bij mij in de praktijk of voor een telefonisch consult als je afstand een probleem vindt. En ja, alle linkjes zet ik gewoon hieronder. En voor een direct telefonisch consult verwijs ik je graag naar mijn platform www.puurmedium.nl. Wat ik nog even wil doen is natuurlijk een kleurkaart aan jullie meegeven. En een universum staat achter je kaart ter inspiratie. Oké. We pakken al de kleur oranje. Dat is de scheppingskracht. Die valt er al uit. En welke kleur heb ik nog meer? Oh, parel. Prachtig. Parel is namelijk, versterk je relatie met het goddelijke. Dan heb ik hier de kleur oranje. Koester jezelf. En dat is heel belangrijk. Zeker op het moment dat jij die wolkjes even voelt. Kijk er niet naar. Kijk vooral naar het licht dat er doorheen schijnt. Verbind je met het goddelijke en koester jezelf. Dat zijn jouw kleurkaarten voor deze maand. En ja, we gaan gewoon even om een affirmatiekaart van het universum vragen. Buiten die andere prachtige boodschap van het Gaia en Roze Orakel vind ik het toch ook wel heel mooi om mee te nemen. Ik zal hem even langer in beeld laten. Daar kun je eventueel een screenshot van maken. Om even te reminden. Nou, kijk eens even wat ik hier voor moois heb. Ik ben de liefdevolle energie van het universum. Koester jezelf. Verbind je met het goddelijke. En hebben we deze kaart nog eens even. Even kijken. Zo, ja, zo moet je hem goed kunnen zien als je hem vastlegt. Hoe prachtig. Ik ben de liefdevolle energie van het universum. Lieve stier, dit is hem voor januari 2023. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het enorm waarderen als je sowieso even je duim omhoog doet. Kleine moeite. Wil je kans maken op dat roze orakeldek of een belconsult van www.puurmedium.nl? Laat dat dan even weten in een reactie hieronder. Hou wel dit kanaal in de gaten als de prijzen verloot worden. Verder wens ik jullie natuurlijk een onwijs mooie eerste maand van het nieuwe jaar. Maak er iets fantastisch van. Ga ervoor en dankjewel weer. Deel is vermenigvuldig en tot de volgende. Doei doei!